Die regels die zijn ontzettend streng. In beginsel geen enkele telefoon op welke afdeling dan ook. Dat geldt zeker ook voor personeel, maar ook voor bezoek. En, dus het is voor ons ook een vraag hoe dat ding is binnengekomen. Ik kan jou vragen, als dit al bij een dergelijke gedetineerde binnenkomt op een extreem beveiligde afdeling, ja, wat komt er dan nog meer op andere afdelingen binnen? Ja, hoort u die geluiden wel eens? En wij horen wel eens wat er binnenkomt. Hè. Dat is natuurlijk ook een hele... De badmeesters doen ook hun werk, zo noemen ze die mensen die dan ook goed de mensen moeten nakijken of er wat is. Wordt ook periodiek wordt er een cel omgekeerd en dan wordt er een goed grondig onderzoek gedaan. Dus er zijn veel acties die moeten plaatsvinden. En je moet heel wat doen om iets naar binnen te brengen. Maar blijkbaar, ja, dit voorval dat, laat zien dat het een feit kan zijn. En daar moet je dus heel serieus naar kijken. En ik als vakbond ondersteunen we in ieder geval wel de vestigingsdirecteur dat het onderzoek goed en grondig wordt opgepakt. Want ook wij vinden dat heel belangrijk.